welkom bij de laatste aflevering van de Warming Up op Focus TV. Vandaag zijn we aanwezig op de jaarlijkse open dag van betaald voetbal De Graafschap in stadion De Vijverberg. We kijken terug op de voorbereiding van de superboeren. We kijken natuurlijk vooruit, maar we kijken ook wat er allemaal te beleven is op de open dag van De Graafschap. En natuurlijk zijn er ook bloopers gemaakt in de voorbereiding. En ook daar kijken we naar. Wat is er allemaal te beleven op de Vijverberg? Nou, we beginnen met eigenlijk onze grootste attractie ooit die wij voor de club doen. Dat is namelijk, de club heeft gevraagd, beste sportvereniging, willen jullie dit jaar het podium voor je rekening nemen? Nou, dat is letterlijk en figuurlijk het geval. En toen hebben ze denken van ja, wat gaan we daar dan doen? En uiteindelijk zijn we uitgekomen op Q Music, de party, met een paar bekende discjockeys die hier de show gaan doen. En dan hopen we ook buiten ons vaste publiek andere mensen mee hier naartoe te trekken, zodat ze sfeer kunnen proeven en misschien ook wel fan worden. Wat verwacht je zelf van dit seizoen op het sportieve vlak? Ik ga ervan uit dat we leuk meedoen met de bovenste zes, leuke wedstrijden gaan zien, de rand gaan zien, strijd op het veld en gewoon lekker voetballen. En we zien dat eind wel, maar dat we wel weer plezier op de tribune hebben. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't get pushed. I'm on the floor. Warming Up heeft de hele voorbereiding van De Graafschap gevolgd. En we hebben heel veel doelpunten gezien en heel veel mooie doelpunten. Er waren ook nog veel hoogtepunten. Dus we gaan nu kijken naar de hoogtepunten en de doelpunten van De Graafschap. En natuurlijk ook de tegenstanders in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kaflaan. Kaflaan. Buitenkantje links en de kopbal. Prachtig. Geweldig doelpunt van Piotr Patsizek. Een fantastische voorzet van Jenne Kaflan. Breinburg goed de paas. En daar is Rogier Meijer met de 3-0. Na uitstekend werk op het middenveld van Breinburg en Kaflan. En het uiteindelijke tikje is van Rogier Meijer. En zo komt De Graafschap op 0-3. In de wedstrijd tegen het regio-team in Hal. Jansen. Heeft alle vrijheid, alle ruimte. Kan makkelijk om zijn man heen. Probeert het zelf en schiet de bal op prachtige wijze in het doel. Meijer. Voorzet op Jota Patsizek. Een prachtige goal van de spits van De Graafschap. Jansen. Geeft een elleboogje. Sanders fluit ervoor. Maar besluit om verder niets te doen. Anko Jansen wordt na het opstootje verplicht gewisseld. Wordt die bal ingespeeld op Tobias Levels. En die haalt in één keer de rechteruit. En zo staat het 0-2 door een werelddoelpunt van Tobias Levels. En de bal gaat met keeper en al de goal in. Wat een fantastisch doelpunt van Fortuna Düsseldorf. Tobias Levels, 0-2. En dan valt de bal voor de voeten van André Fomichov. Wat een fantastisch doelpunt opnieuw op de Vijverberg.
Maar opnieuw een doelpunt voor Fortuna Düsseldorf. In één keer met de linker binnengeschoten. Joost Tel is kansloos. En zo komt Fortuna Düsseldorf op een 0-4 voorsprong. Santi Huls, je komt van FC Dordrecht af. Was het daar net zo druk tijdens de open dag? We hebben niet echt een open dag gehad bij Dordrecht, dus het is wat anders dan Dordt. Ja. Hoe is dat dan om te beleven hier in Doetinchem bij de Graafschap? Ja, ik vind het heel mooi dat het heel erg leeft bij deze club, bij deze omgeving ook. En dat is gewoon een verschil met waar ik vorig jaar ben geweest. Dus. Ook wel leuk om te zien is dat je populair bent, want er staan een hoop supporters om je heen. Het is een gek huis hier. Het is vooral druk, het is heel mooi. Dus, ja, voel je je al een superboer? Ja, een beetje wel. Zo, ja, als, wel, als ik dit allemaal zie, dan voel ik me heel welkom. Ja, je hebt aan, hè? Ted van der Pavert, geblesseerd, maar toch heel populair. Ja, helaas wel geblesseerd, ja. Ik verwacht dat het nog 2 weken gaat duren voordat ik weer helemaal fit ben. Maar open dag blijft open dag. En ik ben ook een onderdeel van de groep. Dus, Hoe mooi is dat, zo'n open dag voor de spelersgroep? Nou, ik vind het zelf hartstikke leuk. Je kan toch een band opbouwen met de fans en je ziet toch hoeveel supporters er achter de club staan. En dat is mooi om te constateren. Nou, jij woont in de buurt. Ja. Jij woont in Vast. Komen ze niet hier gezellig bij jou aan de deur? Ook soms komen ze ook wel eens aan de deur, maar hier is het ook leuk om veel bekenden tegen te komen. Dus, Hoe populair ben jij? Ik heb geen idee, maar ik denk dat iedereen het wel heel druk heeft. Heel populair? Nou, ik denk dat iedereen het wel druk heeft nu hoor. Dit soort dagen, maar het is hartstikke leuk om dit te doen. Waarom is het leuk? Ja, je bent onder de supporters, hè. Je hoort allemaal leuke dingen en je bent blij als zij blij zijn, toch? Daar doe je het voor. Dus. Jouw broer voetbal bij Vitesse. Hebben jullie dan ook contact wie de meeste handtekeningen moet zetten? Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat tot nu toe nog mijn broer is geweest. Maar ik hoop dat ik hem kan inhalen. Wanneer? Dit seizoen nog? Dat zou helemaal mooi zijn, ja zeker. Met de mooie klanken van Q Music op de achtergrond zou het toch wat zijn als ik hier van het podium afstuiten. Dus laten we dat maar niet doen. Maar bloopers worden er altijd gemaakt, ook bij de warming-up en ook in de voorbereiding van de Graafschap. We gaan dus nu kijken naar een hoogtepunt van bloopers. Vandaag zijn we aanwezig op Sportpark De Tol in Kilde, waar de plaatselijke sportvereniging Kilde gastheer is van de Graafschap. En natuurlijk oefenen de superboeren even overnieuw. Ja, ik hoor het. Kan het je tot nu toe bekoren? Wat kan me bekoren? Of het je bevalt? Oh ja hoor. Aankomende zaterdag speelt de Graafschap in en... Nog één keer. Ja, ga je gang. Prutser is het, hè. Ongelooflijk, hè. Mijn jongste broer. Ongelooflijk. Laat me zaken. Oh, daar is het. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze... En zo zit de open dag van betaald voetbal de Graafschap er bijna op. Natuurlijk hebben we nog de spelerspresentatie van de Graafschap. Dus gaan jullie meekijken, de spelerspresentatie van de Graafschap in het nieuwe seizoen.
hace mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Román esa pieza, tacata. Oye. Bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, alabao. Tacatá, pero dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. 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 Dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. También el pechito, tacata. Que empiece la fiesta, tacata. En zo zit de open dag erop en zit ook de laatste uitzending erop van de Warming Up op Focus TV. We zijn de gehele voorbereiding van de Graafschap actief geweest, hebben mooie doelpunten gezien en we hebben winstpartijen gezien. Blijf kijken naar Focus TV, want de aankomende weken en maanden is er nog veel meer Graafschap nieuws. Kijken dus naar Focus TV, dan mis je niks van de Graafschap.